Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierigasten. De afgelopen 4 jaar hebben de gierige gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige gasten. Gierige gasten. Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, cirkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de gierige gasten proberen na te doen. Ja! Lekker maar nu! De deelnemsters van deze week zijn niemand minder dan Tess Milne en Nina Waring. Tess Milne kunnen we uiteraard kennen van programma's zoals Fuckers en Wie is de Sjaak. Nu gaat ze door het leven als ware wereldverbeteraar. Nina Waring kunnen we uiteraard kennen als de vriendin van. Nu ook fanatiek bezig met haar eigen kanaal, waarmee ze vanaf dag 1 al trending gaat. Dames, leuk jullie meedoen aan dit fantastische format Gierigas Vips. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Geen idee, ik weet het niet. Nee, we weten niet wat we gaan doen. Een paar jaar geleden hebben we met de Gierigastengroep op 1 All You Can Eat rekening gegeten. Joost en Jules gaan beginnen. Die beginnen met het etentje. Komt eerst Jules naar buiten, ga ik voor hem in de plaats. Daarna komt Joost naar buiten en dan ga ik voor Joost in de plaats. Deze truc gaan jullie voor de eerste Gierigasten Vips aflevering naspelen. Dus alleen één dingetje. Jullie lijken nog niet heel erg op elkaar. Nee, totaal niet. Dat zie ik ook wel. Dat is een super slecht idee. Dit kan helemaal niet. Nee, daarom heb ik 2 identieke outfitjes voor jullie. Dus ik zou zeggen, kleed je even om en ja, heel veel sterkte. Ja. Ik vind het gewoon echt een kutopdracht. Ik denk dat we gepakt gaan worden. Kijk ons. Het leuke is dat ze allebei knap zijn, maar totaal niet op elkaar lijken. Ja, we zijn geen tweeling. Nee, we zijn niet eens zusjes. Nee. Nichtje? Nee! We hadden er een gesprekje over. Eigenlijk zijn we hele slechte kandidaten voor dit programma. Want wij zijn super braaf ergens. Ja. En... Ja. Zo braaf. Dus ze vinden het allebei een beetje spannend. Ja. En bij Tess vind ik dat gek. Want ze doet een klein beetje braaf. Maar zij heeft natuurlijk ontzettend veel programma's gedaan. Waarbij gekke dingen gedaan worden. Maar laat haar lekker schijnheilig doen. Prima. Nou, het is wel heel simpel. Kijk, eentje gaat als eerste erin. Ik stel voor dat ik dat ben. Nee. Ik ga als eerste daar zitten. Want die persoon heeft minder kans dat hij gepakt wordt. Dus misschien moeten we gewoon een muntje opgooien. Ik ben munt, wat ben jij? Ja, ja dan ben ik de munt. Ik ben ook de munt. Ik ben een elfje. Oké, daar gaan we. Wat was ik nou de kop? Jij bent de kop. Fucking, we zenuwachtig, man. Yes, dat ben ik toch? Het is een gebouw. Ja, ik ben de kop. Ik mag beginnen dus. Je mag beginnen. We kunnen ook nog alsof we Engels zijn of zo. Dat we gewoon van die gekke, toeristen zijn. Frans, Frans. Mensen haten Franse mensen, hè? Jij moet als eerste, dus het is wel even belangrijk dat jij gewoon even checkt, weet je, wat de omgeving is. Hoe, misschien moet je een teken geven als ik naar binnen loop van, fuck. Wij deden natuurlijk met 4 man en zij zijn met z'n tweeën. Ja. Dus ze hebben natuurlijk gewoon ook iemand nodig met wie ze kunnen daten. Ja. En ja, weet je wat, ik offer mezelf wel op voor deze show. Zijn we op date met hem? Nee, sorry hoor, nee. Zijn we op date met hem? Nee, maar ik kan niet weken alsof ik op date ben, dat ben ik heel slecht aan. Ja, oké. Okay. Nee, laten we het gewoon doen dan. Dan zijn we er vanaf. Ja, hè? Toch? Ik zie je later. Laten we gewoon doen. Morgen of overmorgen als we vrij zijn. Ja, en dat is het moment wanneer je realiseert dat je aan het kortste eind hebt getrokken. Joost zit nu lekker te dineren met 2 mooie vrouwen en ik zit in mijn eentje in een busje mee te kijken. Maar goed, even kijken hoe de vrouwtjes het doen. Waar heb je zin in? Ik patat. Ik heb heel veel zin in patat. Dankjewel dat we hier naartoe gaan. Leuk dat je hier op gereserveerd. Ik heb mijn hele Engelse dingetje in mijn neus. Ja, je hele plan van Frans is natuurlijk nu al het water ingevallen. Yeah. Oh my god, ik krijg een berichtje. Abort, mission, Frans of Engels. Oh god, het gaat volgens mij nu al mis. Maar ik denk wel oprecht dat je outfit top is. Denk je dat? Ja, je outfit valt wel gewoon misschien wel meer op nog maar dan je uiterlijk. Maar ze heeft wel echt diep in mijn ogen gekeken, denk ik. Ja? Heb je echt oogcontact gemaakt? Ja, dat is niet slim. Nee, dat is niet slim, hè? Nee. Nee. Maar ik dacht dat jij moet het woord doen, maar het ging een beetje vals. Ik heb het zo nu al voor Tess verneukt. Ja, niemand zit nu in de stress. Oh, Tess ook trouwens. Oké, ik wil sowieso de beef teriyaki. Ja, doe er maar 2. 2. Ik kon ook gewoon voor een cocktail gaan, hè? Nou, we hebben nog een paar rondes. Ja, dat is... Schat? Proost. Cheers. Op de eerste makkelijke ronde. Oh, lekker een biertje erbij, tuurlijk Joost. Ja, voor mij ga je gang. Zit je dan? Hebben wij niks te eten of te drinken hier, dus? Ik heb geappt. Ze zegt, we gaan nu al, wat dan? Oké, wat ga je doen? Ga je de fucken of ga je
Ga je er zenuwachtig maken? Ja, mag ik bepalen. Jouw zet. Dit is niet best. Hij ging al mis bij de reservering. Oké. Ze hebben letterlijk gewoon een bestelling geplaatst. Ze zitten nu al. Dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Abort, abort. Het enige wat is gebeurd, ze heeft een drankje besteld. Oké, de switch nu trouwens. Nou, dat is zo, schat. Ik ga even een sigaretje. Tuurlijk, zie jij het eens maar naar binnen. Oké, ik heb de smoes gebruikt. Je kijkt niet best. Nou, je kijkt slecht, man. Dat ik ga roken, dus ik heb echt even zo in beeld gelopen. Maar mensen denken, ze gaat even roken. Maar ben je echt beste vrienden geworden met die bediening? Ja, we kwamen binnen en er stonden 3 vrouwen. Maar ze keken je echt aan toen je naar buiten ging ook? Nee. Ze hebben niet aangekeken dat ik naar buiten ging. Oké. Okay. Dus je moet even wachten, want ik ben even aan het roken. Ik ga dit gewoon doen. Ik ben zo zenuwachtig. Ik heb echt buikpijn. Oké, doe je ding. Oké. Okay. Mag ik het sigaretten? Ja. Nou, eentje. Nou, ik rook niet, maar gewoon voor het idee. Voor het idee. Deze af, hè? Ja, die af, ja. Oh my god, ik ben gewoon zenuwachtig voor haar. Je bent er weer. Ja, daar ben ik weer. Ik was zo zenuwachtig. Dat wachten op de hoek van de straat is nog erger dan gewoon volgens mij hier zijn en het gewoon doen. Ja. Ik sta echt een beetje te trillen gewoon. Ik maak geen grap. Is het honden. Hey, jullie hebben meteen de cover van Frans verpest. Ja, Frans gaat niet lukken. Dat meent ook niet meer. Nee, het is gewoon met een lekkere Hollandse meid. Super. Volgens mij is de eerste switch gelukt. Maar goed, we hebben natuurlijk afgesproken, ze gaan het allebei 2 keer doen. Ben je wel een beetje weer... Ik ben oké. Wachten is gewoon niet chill. Snap je? Want je staat daar en dan krijg je meteen een bericht. Oké, onze cover is weg. Maar je liep echt. Je sprint hier. Ja, ik heb nog nooit iemand zo snel uit de tafel gedaan. Ja, ik hoorde dat er 3 vrouwen in het begin stonden. Ja. Hoe dan? Ik werd gewoon getackled gewoon. Oh, ik ben hier echt niet voor gemaakt, jongens. Fijn. Spaarrood alsjeblieft. Eentje? Ja, alsjeblieft. Ja. Maar heb je dan ook niet dat je nu mee zelfvertrouwen hebt van dat je denkt van... Oké, als het 1 keer goed gaat, dan kan het ook gewoon 2 keer goed gaan, toch? Ja, maar bij hoogmoed komt de val. Nou, cheers. Ja, proost. Op deze gezellige afspraak. Ik vind het echt de leukste date die ik in jaren heb gehad. Dat is dan wel weer een compliment. Ja, toch? Ja. Nee, ik heb volgens mij groenten en edamame. Ik noem het altijd edammerboontjes, maar dan lacht mijn man me uit. Edamameboontjes. Tess, kom op, dat hoor je te weten. Oké, zal ik weer wisselen? Heb je toch een tactiek hoe je... Ik ga denk ik gewoon weer... Ik ben gewoon een paffer. Ik ben gewoon een kettingroker. Moet je echt geen buik? Nee, ik rook niet meer. De slagingskans begint nu wel te dalen, denk ik. Ik zat hier echt vol dingen. Ik dacht, oh ja, dat lukt. Ik denk, ik ben het echt makkelijk hier. En die vrouw zit me echt zo aan te kijken van, wat doet dat mens? Heel plezier. De kans is groot dat ik nu gepakt moet worden. Grapje. Nou, we krijgen het eten, maar mijn date is er nog niet. Volgens mij is Nina nu echt heel bang buiten. Volgens mij stresst ze me echt. Want het duurt vet lang voordat ze terugkomt. Ja, kijk, daar is ze. We gaan direct naar de wc. Was een dringend belletje? Was een dringend belletje? Ja. Oké, ik kreeg een hartverzakking nou. Nou, ik ook even, want ik stond in de wc met het ding van het geluid. Ja. Toen kwam het personeel eventjes binnen. Dus toen is zij de wc ingevlucht en ik heb mijn handen vast. Ik ben eruit gerend, dus nu zit ik even hier. Oké. Okay. Het was heel gek. Jij komt naar binnen, je loopt daarin, ja, door de wc. Ja, oké. Okay, ik schrok even. Heb je het gevoel dat ze het doorhebben? Ik had altijd het gevoel van niet, maar Tess zei dat zij heel goed in de gaten werd gehouden de hele tijd. En nu ik dus op de wc zat, stond opeens ook personeel in de wc. Dus, hou je van hobby's? Hou je van hobby's? Ja, ik probeer dat date nog een beetje vorm te geven. Hou je van hobby's? Ja. Hou je van hobby's, jezus. Hou je van hobby's? Dit is echt een hele goede date die we hier hebben. Lekker, dankjewel. Oh. Sorry, echt veel. Kan gebeuren. Oh nee, ja, ze gooit een biertje overheen. Dit is echt de beste date ooit, ouwe. Ja, dus echt cool. Nou, cheers allemaal, hè? Ja, cheers. Op een hele leuke, goede eerste date. Mogen we zo meteen een dessert bestellen? Ja, natuurlijk. Wat wil je?
Oh, kun je chocolade cake ook lekker? Ja, chocolade cake. Dan ga ik eerst even roken. Noem me die. En dan wacht ik op chocolade cake. Ik moest gewoon plassen, toch? Ik loop die wc binnen en ik was met jou aan het appen. Ik heb mijn telefoon blijkbaar neer. Ik was zo'n chick aan me toe en zegt, je geluid zit niet goed. Maar terwijl we daar aan het praten zitten en met mijn geluid bezig zijn, komt er personeel binnen. Oh, ze zag je al met de zender. Weet ik, ze zag iets bezig, maar ze deed die deur weer dicht. Toen zat ik eigenlijk bij Joost, komt personeel, best wel zielig, met bier, valt het dienblad met bier over Joost heen. Jezus. Dus we hadden echt 3 man personeel om ons staan. Oké. Doei, vaarwel zou ik zeggen. Vaarwel. Dit is echt heel kut. Dit is echt heel kut. Hey lieverd. Amateurs, hoe gaat het? Ja, goed. Hele tent afgebroken hoorde ik. Zeker, is het koud buiten? Super. Ja, nee, Nia was aan het praten en ik ging gewoon steeds weer zo. Gewoon. De laatste switch is bij deze gebeurd. Oh, jullie hebben wel een heel groot dessert ook voor me besteld. Super lief. Ja, toch sympathiek. Je gaat de bak in, maar dit is je laatste avondmaal. Super. Natuurlijk, geniet ervan. Het was ook gratis. Ja. Het was een goed maakje al bier wat over me heen werd gegooid. Ja, bier stinkt ook al bij jou. Ja. We zijn de Sjaak, denk ik. We zijn de lul. Heb je het gevoel dat je dat ze doorhebben? Nou, ik heb gehoord dat Nina in het toilet is betrapt met een andere vrouw en de zender. Klopt. En ik heb ook het gevoel dat ze heel erg op ons letten, maar dat kan 2 dingen zijn. Ook omdat jij aan het filmen bent, gewoon hier. Gewoon vol op de kamer, kom aanlopen. Tuurlijk, wie doet dat op een date? Maar wie doet dat op een date? Dit willen we toch laten terugkijken? Oh god, de uitvoering van deze kant is niet best, vind ik hoor. Ik vond het echt een 3,8. Nou, Nina kwam er buiten en die zei, oh god, yes, ik ben klaar. Een soort van orgastisch bijna. Ja, en nu moet jij. En nu moet ik. Ja. De boel glas strijken. Jij vraagt zo meteen de rekening. Ja. Je bent overtuigend, toch? Vraagteken. Je bent overtuigend, vraagteken. Toch? Oh god. Oké, misschien... Fuck it, gaan doen. Gaan doen. Mogen de rekening misschien? Dank je. Doe maar 65 alsjeblieft. Dank je wel. Dat is best schil. 10% regel toch? Ja, zeker. Ik ben niet gierig. Je gooit er gewoon nog even een goede fooi bovenop. Dank je wel. 10% regelen met ons pas, tuurlijk Tess. En dan wel jouw pas gebruiken, toch? Ja. Ik ben niet gierig. Ik ben niet gierig. Doe dit er maar bovenop. Dankjewel. Top. Ja, zeker. Dankjewel. Hey Tess. We moeten nog opstaan. Gefeliciteerd. Maar toch, het is? Ja? Dat we nu neergehaald worden. Ja. Goed gedaan! Lekker dames. Jullie hebben het van nee, dit stopt. Oh my god. Dit stopt. Jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Ja! En aangezien jullie het eigenlijk veel beter hebben gedaan dan wij, dat was natuurlijk veel moeilijk is. Ja. Mogen jullie het ook gewoon even afstaan? Ik denk dat we de naam van dit kanaal gewoon moeten veranderen. Ja, vind ik ook. Naar Gierige Wijven, aka Tess en Nina. Ja, precies. Want we hebben eigenlijk wel iets. Echt fucking goed. Kijk het verschil. Een duimpje. Check de volgende aflevering ook. Wil je nog meer zien? Wat wil je nog meer zien? Zet het in de comments. Volgende week zijn we er weer. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Doei! Later.